Suriname is een nierdialysecentrum rijker. De Nefro Sur Medical Centrum opende gisteren Wereldnierendag zijn deuren. Heb uw nieren lief, waren de woorden van de directeur Ingrid Heerenveen. Ze heeft daarom bewust gekozen voor 9 maart Wereldnierendag. Het thema is Healthy Lifestyle for Healthy Kidneys. Dit thema zal voortaan ook gelden als de bedrijfsslogan. Volgens directeur Heerenveen heeft zij het gevoel dat mensen niet bewust zijn dat ze gezond moeten leven. Zij benadrukt dat we een gezonde levensstijl op na moeten houden. De directeur had de volgende boodschap voor patiënten die last hebben van hoge bloeddruk en suikerziekte. Gaat uw gezonde levensstijl tot een deel van uw leven maken. Laat u zich regelmatig door uw arts, zij wel huisarts, dan wel specialist nakijken. Omdat ik altijd zeg in mijn presentaties, meten is weten. Als je het niet meet, ga je het niet weten. Je moet je gezondheidsstatus gaan evalueren. En dat kan niemand voor u doen. Je moet het gaan maken met een huisarts. Leslie Resida, vertegenwoordiger van het ministerie van Volksgezondheid, zegt dat hij de stap van directeur Heerenveen op prijs stelt, omdat zij de patiënt de voorkeur geeft. Want de patiënt staat altijd op de eerste plaats, vooral in erge gevallen, zegt Resida. Het ministerie weet ook dat obesitas en hart- en vaatziekten nog steeds doodsoorzaak nummer 1 zijn in ons land. Al enige jaren worstelen we, en dan praat ik over het ministerie van Volksgezondheid, van hoe pak je dit aan? De toename is zo groot dat de investeringen vaak achterblijven bij het geheel. Ik weet dat ik in de tijd nog met vorige minister serieus gesprekken heb gehad met andere stakeholders om te kijken naar de optie van niertransplantaties. Ik hoor er niet zoveel meer van. Maar dat geeft allemaal aan dat het probleem dat we kennen met de nieren niet te onderschatten is en ook niet minder te schatten is dan de zichtbare complicaties zoals hartaanvallen, cerebrovasculaire accidenten, verlammingen, etc. Die natuurlijk ook erg belangrijk zijn. En zeker bijdragen tot de top oorzaken van sterfte in ons land. Aldus Leslie Resida, vertegenwoordiger van het ministerie van Volksgezondheid. Hij sprak gisteren tijdens de grand opening van het nieuwe nierdialysecentrum Nefro Sur. De bedrijfsslogan is Healthy Lifestyle for Healthy Kidneys.